leren. Beste directeur en leerkrachten van de Kunstacademie, beste leerlingen, ouders en sympathisanten. Anne Kozaert, schepen van cultuur, hield het openingswoord tijdens de laureatenhuldiging van de Kunstacademie Zwevegem 2012. Geacht publiek, wat je soldaten te zien krijgt, is op zijn minst gezegd toch wat ludiek. Sophie de Kimpe, leerlingenwoord en tevens één van de laureaten, nam de presentatie voor haar rekening. We laten je nu genieten van wat fragmenten. Enkele laureaten en ook de leerkrachten muziek lieten zich van hun beste kant zien. De beer was aan de beurt voor zijn laatste wens. Ik wens dat alle beren over de hele wereld vrouwelijk zijn. Het konijn begon te lachen. Gaf gas. Ik wens dat de bij homo is. Geacht publiek. Met trots kan ik meedelen dat dit schooljaar de tweede richting laureaten van de Kunstacademie Zwevegem afstuderen. 17 laureaten uit de beeldende kunsten, 10 uit woord en 12 uit muziek. Ik droomde dat ik je gedroomd had. Nooit werd ik zo treurig wakker. Ontroostbaar, behalve door jou. Wat deed jij voor je huwelijk? Waar ik zin had. Al 2 jaar heb ik niet met een vrouw gepraat. Ik wil haar niet onderbreken. Thank you.
Ten slotte mochten de aanwezige laureaten hun getuigschriften ophalen bij Anne Kozaert en Heidi de Klerk, directeur van de Kunstacademie.